Dat is goed. En nog eens, een terrible. Zeg, Junior, stop eens met zucht, jongen. Ik kan me niet concentreren op mijn GTA 5. En ze weet, komt de juffrouw van school ballen schrijven en dan wil ik oud gespeeld zien. Wat is het nou? Ik ben mijn leefbaar. Alle verrold. De Junior is verleefd. En op wie? Op iemand uit de klas. Toen jij met die kitten naar gekopen. Ze draagt altijd hun kleedjes. Ze heeft een bloem in haar haar en ze is blond. Blond? Nou, dat is altijd koud, jongen, dat is goed. En hoe heet ze? Saskia. Nee. En weet ze het al? Nee, darf niet zeggen. Maar zeg, Junior, je ziet toch geen Jeannette, jongen? Het nodigt je zot. Verzonnen zit romantisch te doen. Waswerk maken. Belangen niet. Pak die nou gewoon eens mee op café. Tijd op een paar liter witte wijn en dan probeer je zo rap mogelijk zo lichamelijk contact te maken. Ik ga dan een kusje op de kaak of op de mond. Zeg, jongen, Junior, je zit de bommen niet op binnen doen, hè, jongen? Je niet eens op de mond, tong erin en gaan. Hé, een wasmachine heeft ook water nodig, hè, jongen, voor te draaien. Hé, pas op. Dan moet het echte werk nog beginnen, hè, jongen. Gras afdraaien. Mosselkens eten. Lurtje. In de brieven bus. Hij moet altijd een condoom gebruiken, jongen, want de papa is nog te jong om bompa te worden. Ik kan ook. Ah, de bel. Juffrouw van de klas. Voilà, kom binnen, juffrouw. Hey, Junior. Ik zal uw gelei en uw muts kunnen aanpakken. Hoe was uw vrouw nou? Saskia. Zeg, Junior, wordt daar geen taaltje over in de trap te kloppen? Maar papa, ik... Niet tegen spreken naar boven. Ja. Zeg, en geef dat eens hier. Dat is voor de grote mensen. Kinderen, hè. En geeft u ook les biologie, juf Saskia? Ja. Ja, interessant. Zit u. Was ik niet waar?